In de zomerdag hebben we gemerkt dat het gemiddelde vruchtgewicht toenam en dat we zelfs een productiestijging hebben weten te realiseren op het vak met de nanobubbels versus de proef die niet behandeld werd. Ik ben Michiel Pennings, mede-eigenaar van aardbeienkwekerij Pennings. En wij telen sinds 12 jaar nu aardbeien op deze locatie in Leenaveen. Het belang van goed water voor ons is dat we heel veel waarde aan hechten om die planten voorzien van gewoon kwalitatief goed uitgangswater. En er is zuurstof een heel belangrijk component in. In de zomer is het heel normaal dat je de temperaturen stijgen, zeker met de twee afgelopen zomers die we hebben gehad. Dan zie je ook de temperatuur van het water in je dagvoorraad gigantisch stijgen en daarmee het zuurstofniveau zakken. Als we met hetzelfde water het substraat gaan druppelen en die plant van voeding gaan voorzien, dan brengen we eigenlijk kwalitatief slecht water. Wij willen niet met peroxide werken, omdat er toch wel veel organismen in het substraat afdoodt. En een hele goede vorm van een alternatief is dan de nanobubbelinstallatie. Het grote voordeel van de nanobubbelinstallatie is dat die door de oxiderende werking van de opgeloste zuurstof je leidingssysteem veel schoner houdt. En als neveneffect dat je water- en zuurstofverhouding in je substraat veel hoger op niveau blijft en op peil blijft. In orde van grootte van reductie van schadelijke bodempathogenen bleek uit DNA multiscan dat je Pythium en je Phytophthora varianten minimaal met de helft gereduceerd werden. De productiestijging die we proefondervindelijk hebben geconstateerd door het wegen en het tellen van de vruchten, die zat tussen de 10% en 15%. En dan druk ik hem nog voorzichtig uit. Contacten met Molaire heeft best wel voorspoedig en soepel gelopen. We hebben van tevoren ook werkafspraken gemaakt om de proef te blijven volgen hier op het bedrijf. En zuurstofgehalte in kaart te brengen en dat is perfect gebeurd. De samenwerking is door ons als bedrijf heel positief ervaren.